Veel vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld zoeken eerder steun bij hun moeder dan bij formele instanties zoals de politie of sociale diensten. Dit benadrukte waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stephen McAndrew gisteren in een toespraak ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Angst, schaamte en de maatschappelijke normalisering van geweld vormen volgens hem belangrijke obstakels. McAndrew onderstreepte het belang van het doorbreken van deze barrières en het verbeteren van de toegang tot hulpverlening. Eveneens blijkt uit data van het Korps Politie Suriname dat het aantal meldingen van vrouwen die vermoord zijn over de jaren 2021, 2022 en 2023 respectievelijk 7, 10 en 7 zijn. Hiervan zijn in 2022 3 vrouwen vermoord door een huidige of vorige intieme partner. En in 2023 4. Diverse overheids- en niet-overheidsinstanties zijn betrokken bij dit geweldsvraagstuk, elk vanuit hun eigen werkgebied. Volgens minister McAndrew richt het ministerie van Binnenlandse Zaken zich via het bureau genderaangelegenheden voornamelijk op preventie door verschillende groepen in de samenleving bewust te maken van gendergerelateerd geweld. Deze voorlichtingsactiviteiten zijn erop gericht het bewustzijn te vergroten en geweld te voorkomen. Want uiteindelijk is het een verantwoordelijkheid van ons allen om ervoor te zorgen dat een ieder, in deze in het bijzonder elke vrouw en meisje, een leven kan leiden dat vrij is van geweld. De gezamenlijke aanpak is in deze uitdagende tijd, waarbij de middelen steeds schaarser worden, meer dan ook cruciaal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dankt hierbij aan ieder, met name de vrouwenorganisaties, religieuze organisaties en individuen, die dag en nacht vrouwen en meisjes in crisissituaties een helpende hand bieden en doet een beroep op hun om deze toewijding voort te zetten. McAndrew meent dat iedereen, of het nu gaat om ondernemers, organisaties, instellingen, gezinnen of individuen, het verschil kan maken in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Hij riep op tot actie, niet alleen tijdens de 16 dagen van activisme, maar ook daarna om geweld te beëindigen.